Ik wens alle Nijmegenaren een heel gelukkig en gezond 2017. Dat al je wensen mogen uitkomen en wees een beetje lief voor elkaar. 2016 zal niet heel snel gaan wisselen naar 2017 en ik denk dat voor heel veel mensen het ook niet snel genoeg kan gaan. Voor mijzelf was het in ieder geval een heel leuk jaar. Ik ben begonnen bij N1 te werken en ik hoop natuurlijk nog heel veel dingen te kunnen doen bij N1. En voor alle mensen die hier naar kijken, een hele prettige jaarwisseling en een gezond en positief 2017. Ik wens alle Nijmegenaren in 2017 heel veel warme dagen toe. Natuurlijk zijn we er in 2017 weer bij met een nieuwe aflevering van Wat zegt het volk. En voor iedereen wil ik voor 2017 een liefdevol, een goed, een rijkvol, maar vooral een gezond 2017 toewensen. Tot volgend jaar. Het jaar 2016 zit er weer op en natuurlijk betekent dat voor veel mensen dat ze van start gaan met hun goede voornemens. Maar wat zijn die voornemens eigenlijk? Daar gaan we ze vandaag vragen op straat. En natuurlijk krijgen ze daar een oliebol voor terug. Here we go. Straks dus de goede voornemens van Nijmegen en na de uitzending zie je op tv ook nog ons uitgebreide jaaroverzicht met erin de hoogtepunten van de nieuwsdilemma's die we jullie het afgelopen jaar hebben voorgelegd. Maar ik vraag me ook af wat voor jullie persoonlijk het nieuws was van 2016. Was dat de Pokémon Go rage, de Killer Clowns, de Nipplegate van Ronnie Ruijstaal of toch iets heel anders? Dat zoeken we zo uit. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Wat was voor u nou het nieuwsbericht van dit jaar? Of ik zeg, dat is mij bijgebleven. Nee, nou, dat Trump aan de macht gekomen is in Amerika, denk ik. Ja. Je bent voorstander of tegenstander van Trump? Ik heb daar niet een uitgesproken mening over. Maar we worden er niet heel blij van, of zo? Nee. Syrië? Ja. Ja? En in wat voor opzicht heeft dat u bijgebleven dan? Nou, zoveel geweld en zoveel mensen dood. En zoveel partijen die eigenlijk tegen elkaar strijden. Dat vind ik wel echt heel erg. Ja, dat is toch weer Nice en Berlijn, hè? Dat is het nieuws wat het meeste impact gemaakt heeft over een jaar. Ja. Wat is het nieuws wat u nu echt bijgebleven is? Van de vluchtelingen. Dat het gewoon zo erg is dat er zoveel mensen vluchten. Ik vind het treurig. Ik vind het eigenlijk heel treurig. Dat zoveel mensen het zo slecht hebben en dat ze het met de dood moeten bekopen. En ik vind het ook heel goed dat Merkel zoveel mensen, want ik woon in Duitsland, dat ze zoveel mensen opneemt. Nou, over alles gaan. Ja, nou dan 50 jaar Dukenburg. 50 jaar Dukenburg, ook op de Nijmegen. Ik heb de tentoonstelling in Marienburgkapel samengesteld. Oh, echt waar? Ja. Ja, dat is ontzettend veel muzici die zijn overleden. Op vrij jonge leeftijd, behalve Cohen was 82, dus dat is aanvaardbaar. Ja, David Bowie, laatst ook George Michael. Ook dat. Maar ja, voor de rest de aanslagen natuurlijk. Nou, Köln. Ik kom uit Duitsland. Hoe heeft u dat beleefd, het laatste, deze aanslagen in Duitsland? Is het toch wel redelijk target geweest afgelopen jaar? Nou ja, Berlijn was er nog bij. En voor de rest, ik vrees dat het net hetzelfde is als in de auto stappen. Want daar denk je ook niet over na dat je misschien in de deuk kunt komen te liggen. En daarom, nee, ik denk dat je daar niet echt continu mee bezig bent. Wat zou dan beter kunnen in 2017? Nou, meer communicatie, minder geweld. Dat vind ik wel belangrijk. Wat zou er beter kunnen in 2017? Hoor, ik denk als we allemaal een klein beetje om ons heen kijken en voor een ander er zijn. Ik denk dat je dan... in 2017 een mooie jaren. Zometeen zie je ons jaaroverzicht met de hoogtepunt het 1 jaar Wat zegt het volk. Maar eerst gaan we naar Lieke. Zij zet de goede voornemens van Nijmegen op een rijtje. Stoppen met roken, gezonder leven, meer aan sport doen. Het zijn vaak de meest genoemde goede voornemens die mensen daar een paar dagen alweer naar zich neerleggen. Vandaag ga ik op zoek naar de goede voornemens van de Nijmegenaren. En hoop ik dat er ook wat bijzondere varianten bij zitten. In ruil voor het delen van jouw goede voornemen krijg jij van mij een oliebol, want nu mag het nog.
Ik ben op zoek naar goede voornemens voor het nieuwe jaar. En in ruil daarvoor krijgen jullie van mij een oliebol. Moet ik een goed voornemen hebben of mag ik ook zeggen dat ik niet aan voornemens doe? Mag ook. Ja, dat doe ik dus niet aan. En waarom niet? Ja, dat vind ik zo stom. Nee. Als je iets anders, als je iets wil veranderen in je leven, moet je het gewoon doen op dat moment en niet wachten tot het nieuwe jaar. Nieuwe jaar, dat klopt. Ja. En jij? Ja, ik wil eigenlijk een stage doen in Spanje. Stage gaan doen, oké, okay, ja, voor je studie. Ja. Oké, okay, leuk. Ik denk je moet je hele altijd goede gewoon je best doen en. Ja, en als je iets wil, dan hoef je niet te wachten tot het nieuwe jaar. Ik vind dat niet een moment dat je zegt van dat moet per se op nieuw jaar. Willen jullie misschien een oliebol van mij? Ja, lekker. En in ruil daarvoor wil ik van jullie een voornemen voor 2017. Hebben jullie die? We hebben even voornemens. Gezond blijven. Gelukkig blijven. Gelukkig blijven. Gezond blijven, ja. Nee, die standaard zijn. Doen jullie er niet aan, nee. Voornemens? Nee. Blijf roken. Oh, ook roken? Doorzetten? Ja, ja. Ik ga het niet stoppen. Mijn voornemen is van afgelopen jaar ging goed. Probeer dat vast te houden. Hebben jullie die? Ja. Jawel. Jij niet? Ik ben vergeten. Denk er maar over na. Nou, ik wil mijn goede voornemens wel vertellen, maar ik hoef geen oliebol. Je hoeft geen oliebol. En wat nou, maar ik wil wel je goede voornemen wel eens horen. 20 kilo afvallen. 20 kilo afvallen, oké. Okay. Nou, dat is. Zonder... Wat goed dat u nu al begint in plaats van 1 januari. Ja. En hoe gaat u dat aanpakken? Heel veel sporten. Heel veel sporten. Alleen of met een diëtist? Alleen. Ja, het knap. Dingen beter inplannen in mijn leven. Oké, okay, want jij hebt moeite met plannen? Ja. Nee, ik heb geen moeite met plannen, maar ik heb moeite met aan mijn planning houden. One of my wishes to keep healthy, yeah. In a good shape, yeah. Doing exercise as much as I can. Oké, okay. More exercise? Ja, goed. You get an oliebol. As a present. U doet niet dat voornemens. Nee. Waarom niet, als ik vragen mag? Kom er nooit uit. Kom. U begint aan niets en dan in januari is het al te laat? Of leef dag voor dag. Ja. Dus het komt vanzelf. Wat uitkomt, komt uit. Wat niet uitkomt, komt niet uit. Ik weet het niet. Weet je hem al? Ja. Ja? Dat mensen niet meer gaan roken. Dat mensen niet meer gaan roken. Nou, dat vind ik een hele goeie. Dag dames. Hallo. Hallo. Willen jullie van mij een oliebol? Ja, lekker. En een oliebol? Ja hoor. Daarvoor in ruil wil ik graag een voornemen van jullie horen. Voor in het nieuwe jaar. Hebben jullie die? Dat maakt ze eigenlijk nooit. Meer sporten. Meer sporten, ja? Sporten. Okay. Ga jij van mij een oliebol? Bedankt. Jij ook? Dat is jij toevallig een voornemen? Ja, ik ga hardlopen. Hardlopen? Ja. Oké, okay, u begint ermee? Ja. Nooit eerder gedaan. Nooit eerder gedaan. Pak maar lekker. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Pak maar. Jullie hebben het toch verdiend. Echt wel hoor, u ook. Dankjewel. Toch een oliebolletje meepikken? Nee, echt niet? Nee, ik vind het te vet. Ik hou echt niet. Als ik heel eerlijk ben, hou ik niet van oliebollen. Pak maar een lekkere oliebol. Dankjewel. En een mooi 2017. Dankjewel. En dan verdienen jullie toch van mij een oliebol. Oh, lekker. Nu mag het nog, hè? Lekker. Dankjewel. Paschap. Ja. Wat zegt u? Wat paschap. Hebben jullie dat van schat? Nou, laat hem smaken zou ik zeggen. Dankjewel. En het gezond 2017. Jullie ook. Dankjewel. Ik weet mijn voornemen wel voor het nieuwe jaar. Minder snoepen, maar deze mag dan nog wel even. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Tot zover deze uitzending van Wat zegt het volk. En daarmee zit het er ook op voor ons dit jaar. Over enkele ogenblikken begint de VEB ons jaaroverzicht. En mocht je momenteel niet voor de tv zitten, het maakt niet uit. Dan kun je het overzicht ook terugzien via onze Facebookpagina. Op facebook.com/bezoeknijmegen of via facebook.com/altijd1. Onze volgende uitzending is op zondag 15 januari. Ik wens je in ieder geval een hele fijne jaarwisseling. En graag tot snel.